In eerste instantie besef je dat bepaalde keuzes die jij maakt, of beslissingen die jij moet nemen, waar jij als laatste voor staat, dat die een behoorlijke impact kunnen hebben op andermans leven. Het blijkt nu dat ziekenhuizen 60% van de missers verzwijgen. Ook zou er sprake zijn van een angstcultuur. Artsen durven fouten niet toe te geven, omdat het zorgt voor een slechte naam. Dreigende taal aan het adres van burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Afgelopen week is er weer een ernstige bedreiging bijgekomen. Realiseert u zich dat haat tegen ondernemers zoals u alleen maar toeneemt als de turbines geplaatst zijn? Dat staat in de brief aan de aannemer. Geen enkel bedrijf kan zich verschuilen voor ons. Van projectontwikkelaar, aannemer, windboer, toeleverancier tot broodjeszaak. Morele dilemma's waar bestuurders soms voor staan. Is uw geweten van invloed op het te nemen besluit? Hoe gaat u om met tijdsdruk of de publieke opinie? En vooral, hoe voelt die verantwoordelijkheid? Dat waar het gesprek maar zelden over gaat. Dat staat in dit symposium centraal. Met de volgende sprekers. Daan Rovers, Denker des Vaderlands. Boudewijn Boots, marineofficier. Yasser Al-Hamzee, huisarts in Syrië, nu stagiair Vicuri Venlo. Guido Reinja, adviseur communicatiebeleid Rijksvoorlichtingsdienst. Petra Dassen, burgemeester van Kerkrade. En Kees van Rooij, burgemeester van Meijerijstad. Symposium Morele Dilemma's. Meld u nu aan.